Marit Leenstra, 12e plak op het NK Sprint. Hoe groot is de teleurstelling? Nou, ik ging graag winnen, want natuurlijk. Ik kom hier om kampioen te worden. Maar Sanneke de Neeling weer beter, dus ja. Ik heb er vervochten op de laatste afstand, maar het weer net genoeg. Voor die afstand wist dat is nog zo'n zie je de goed meidje mast. Ziet dat er nog in voor de tijd? Hoe is dat nou? Nou, voor de tijd heb ik net gevoeld dat het lukt zo. Maar tijdens de race lag ik op 60 meter volgens mij best wel een stuk voor. Toen dacht ik, nou, misschien ken het wel, maar ja, ik had het gevoel dat ik wel erg troriet, maar ik had toch best wel zo'n verval. Dus dat is heel zonde. Juster wie is net helemaal tevreden. De wie is te fit. Hoe wie dat doet? Ja, ik weet net, ik viel me goed, maar ik kon net helemaal uit wat ik dacht dat erin zit. Dus dat is gewoon wel jammer. Dus ik heb het gevoel dat ik beter ken. Dus gelukkig ga ik me plaatsen voor het WK Sprint en dan moet ik het helemaal shell litten. Ja, want dat wie hoort zelfs ik te verzinnen. Een ticket voor het WK Sprint, daar had hij nou verpleegd. Dat maakt het dan weer een beetje goed als die wel 12e wist? Ja, zeker. Je wil natuurlijk kampioen worden, maar de eerste 12e is dan toch. Twaalf is een mooi troost. Om er toch naar Seoul te gaan. Nou, en daar misschien dat je weer verder komen kennen. Daar die laatste stapje zetten, die je net zet ik koerst. Ja, precies. Ik heb het gevoel dat ik het beter ken. Dus dat zou ik proberen dan zien te litten. Nou, wat een paar dagen geleden werd bekend dat Corendon ermee ophoudt. Speelde dat echt nog mee bij zo'n toernooi? Nee, daar ben ik eigenlijk helemaal net mee bezig geweest. Dat we inderdaad Fred de Moon stond in de krant. Dan lees je dat met je dan en dan baal je. Net echt een handige timing toch, zo vlak voor zo'n toernooi. Nee, nou, dan baal je er even van. Maar goed, dan, het is ook wel lekker naar een toernooi en dan ben je daarmee bezig. En dan, volgend jaar is volgend jaar. Corendon is nou nog een mooie sponsor voor u. En dit seizoen zal alles eruit halen wat erin zit.